Mijn naam is Shirley Eckert en zijn hier vandaag bij Westerkin voor een interview met mevrouw Postuma. 1940-1945, ik was 11 jaar en woonde in Scheveningen, vlakbij de vuurtoren. Toen waren er geen kolen meer en je zat allemaal in de kou, maar trams reden er ook niet meer. En achter ons reed er de blauwe tram op Scheveningen, dus dat is een blauwe tram. En die ging vanaf Leiden, naar Scheveningen denk ik. Maar er lagen altijd van die houten biels om dat spoor vast te houden. En toen zegt mijn vader ook, daar weet ik wel wat op. En die werkte bij de HTM en die had zo'n heel groot ijzer en daar kon hij die schroeven mee losmaken. En dan moest ik eigenlijk in de nacht met hem mee. En dan haalden we zo'n hele grote biels los. En dan naar ons huis. En dan doorzagen in tweeën. En dan helemaal naar boven brengen. Nou, en dan zaten we toch weer even warm. Daar de Duitsers ons land bezet hadden. En dachten dat de Engelsen over de zee naar ons land zouden komen om ons te bevrijden, werden wij geëvacueerd naar Voorburg. Scheveningen werd spergebied. En er werden in heel Scheveningen bommen gelegd. Er werden allemaal bommen gelegd dan in de straat. Dus wij moesten van tevoren moesten wij weg. En daarachter omheen werden ook bommen gelegd. En toen wij weggingen, zag ik een jongen toch nog even de straat ingaan. En die ontplofte helemaal. Want even kijken of het waar was. Je moest, voor je eten kon kopen, eerst een bon geven en dan het geld. Je kreeg te weinig om te leven en iets te veel om te dood te gaan. Als je die Duitsers tegenkwam, en ik was vroeger bij de padvinderij en hadden we zo'n brede riem met een groot ding erop, van metaal. En die ging ik expres dragen, overal waar ik liep. Om echt te provoceren, want die Duitsers die dachten dan, oh, dat is zeker een Duitser of zo. Maar dan kwamen ze naar me toe en dan ging ik weg. Dat zijn wel die gekke dingen dan. Vroeger had je altijd, als je ging trouwen, Dan kocht je, ik weet niet hoeveel lakens en slopen en beddengoed. Want dat was voor je hele leven. Dat was altijd zo. Hè? Als je ging trouwen, dan kocht je voor je hele leven beddengoed. Maar toen is een tante van mij met lakens de boeren op gaan gaan. Die is helemaal de boeren gaan lopen ook hoor. Alsmaar lopen. En dan ging ze bij een boer, wil u dat hebben, hebben u dan wat voor mij? Gingen ze ruilen. Maar ze had drie jongens en de man was ondergedoken. Maar die drie jongens, die kwamen weer bij ons in huis. En dus daar moest mijn moeder ook voor zorgen. En dan ging het luchtalarm af. En dan moesten we helemaal naar beneden. En met z'n drieën, vieren dan, ik erbij, allemaal zo. En je hoofd naar beneden. En dan zaten we te wachten tot het luchtalarm weer afgelopen was. Ja, dat was een leuke tijd. Nee. Ik weet wel dat ik een keer, toen zei mijn moeder, ga jij eens kijken daar en daar. Daar had ze familie wonen. Of dat huis er nog staat. Ja, idioot dat ze mij naar weg stuurde. Zo. Maar toen had mijn vader gezegd, denk dan, als luchtalarm ga je plat op de grond leggen. Nou ja, dat heb ik. Toen ging het luchtalarm en ik was er nog niet. Dus ik plat op de grond gaan leggen, ja. Het idee, hè, dat je dan. En na de hand heb ik het gezien. Het huis stond er nog, dus kom ik weer terug. Maar laten we vooral niet vergeten dat er in die oorlog 40-45 vele, vele Joden naar Westerbork en naar Auschwitz werden vervoerd om al daar vergast te worden. Dat heb ik zelf gezien dat ze daar gingen. Dat is zo erg. Als je dan ik had Joodse meisjes in de klas. Nou, die werden de klas uitgehaald, nooit meer gezien. Ja. Die werden uit de klas weggehaald? Ja. Toen u in de klas was? Ja. Ja. En die ene weet ik nog, de naam, die heette Marcella. Ja. Ja.
En hoe ging dat dan? Werd de klasdeur opengemaakt? Ja, ze kwamen in de klas en die Duitsers die haalden die meisjes er zo uit. En die gingen op een trein en die gingen naar Westerbork. Altijd hongerodeem. Dan had je van die dikke benen en dat ging pijn doen en dan kon je haast niet lopen. Nou, dat had ik ook gehad en ik lag nog op bed, dat weet ik nog wel. En toen was de oorlog afgelopen, toen kwamen de Engelsen bij ons, een grote laan. Die kwamen allemaal hossen met allemaal Nederlanders ook. En dat hoorde ik. Ik zeg tegen moeder, daar wil ik ook naartoe. Nou, ik had pijn, maar ik ben ook mee gaan hossen. Ja. Dat was tijdens de bevrijding. Ja, tijdens de bevrijding. Ja, het was fantastisch. Ja. Wat betekent vrijheid voor u? Ja, ook het idee dat je weer gewoon naar buiten kan zonder dat er iemand naar je toe komt of zo. Hè? Want die Duitsers hielden ook echt gewoon, als je op straat liep, dan werd je soms gewoon meegenomen. En dat je dat niet meer hebt, dat je vrij bent, dat is zo onvoorstelbaar. Want dat moet je beleefd hebben, wil je dat kunnen voelen eigenlijk.